Ook uit Amerika ontvangen we bezoek. In IJmuiden kreeg de pasherstelde grote sluis maar liefst 3 oorlogsbodems tegelijk te verwerken, waaronder de nieuwste kruiser Little Rock. Door het Noordzeekanaal via de Hembrug wordt opgestoomd naar Amsterdam. Alle schepen zijn uitgerust met de modernste radarinstallaties. Tegelijkertijd vaart een andere formatie, waarbij de kruiser Houston, de nieuwe waterweg op naar Rotterdam. Deze Houston is een naamgenoot van de oorlogsbodem die met de Nederlandse vloot bij de slag op de Javazee voor de Japanse overmacht bezweek. In tegenwoordigheid van admiraal Helfrich en de Amerikaanse ambassadeur worden aan boord van de kruiser 4 Nederlandse marineofficieren gedecoreerd. Admiraal Helfrich biedt de commandant een plaquette aan als herinnering aan de roemrijke daden van de eerste Houston.